Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag iets super schattigs voor jullie. Dit is namelijk een kleine Barbiepop. Het is een zeemeermin Barbie. Kijk, je ziet in vergelijking met mijn hand dat ze best wel klein is. Normaal gesproken is Barbie veel langer. Deze Barbie is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, is van het merk Mattel. En hier zie je wat voor Barbies je allemaal hebt. Dit is een soort van serie. En in deze serie heb je 2 mini-poppen. Eén daarvan die heb ik hier vandaag, Mini Zeemeermin. Ik ga er eens uitpakken en dan gaan we er wat beter bekijken. Zo, ik heb er. Ze is bevrijd uit de verpakking. Ik vind haar heel schattig, deze kleine zeemeermin. Ze is erg dun en ze heeft dunne armen. En kijk, ze heeft ook een erg dunne nek. Ze heeft in vergelijking daarmee toch best wel een groot hoofd. En ze heeft eigenlijk helemaal geen typisch Barbie gezicht. We gaan eens even kijken naar andere Barbies die erop staan. Het zijn verder allemaal van die normale Barbies. Dus deze Barbie is dan een beetje afwijkend. Ze heeft een beetje een ander gezicht dan normaal. Ze heeft ook wat grotere ogen en een klein neusje. Dus dit is echt een soort bijzondere Barbie. Ze is ook echt een zeemeermin. En je ziet een kleine fonkeling in de paarse ogen. Verder heeft ze ook nog een beetje paarse make-up op. Ze heeft roze lippenstift op. En het lijkt een beetje alsof ze een prinses is. Ze heeft namelijk ook nog een kroontje op. Ik vind haar super mooi. Het is roze, erg fel roze. En het is ook nog erg zacht. Ik denk dat je daar best nog wel wat mee kunt doen. Je kunt het hoofd bewegen. De armen kun je bewegen. Zo. Ook van boven naar beneden. En zo. En dan kan Barbie hier nog bewegen bij de heup. Zo kan ze dus zitten. En kijk, je ziet dat ze ook van die zeemeerminbewegingen kan maken als ze gaat zwemmen. Dan heeft ze natuurlijk ook nog een zeemeerminnenstaart. Ik vraag me af of dit nog licht kan geven, maar ik denk van niet. Nee, ik heb niet echt iets gevonden wat erop lijkt dat die licht kan geven. Toch lijkt het een beetje alsof er een lampje in zit. Maar het zal wel. Ik weet het niet. Als jullie het weten, dan kun je dat laten weten in de reacties. Dus ja, als jullie een idee hebben, vertel het maar. En zelfs als ze geen licht zou geven, dan vind ik het alsnog een hele gave Barbie. Ik vind de kleuren allemaal erg mooi. Je kunt goed met haar spelen. Je kunt er laten zitten, maar je kunt er ook laten staan. Ze is best wel stabiel door die staart. En je kunt het haar ook nog eens stylen. Dus dit is best wel een veelzijdige pop. Het is ook een kleiner formaatje dan de grote Barbie, dus is net wat makkelijker om mee te nemen. Ik ben onder de indruk van deze Barbie en ik vind het erg schattig. Het zou mij interesseren om te weten wat jullie ervan vinden en vooral of jullie weten hoe dat werkt met die staart. Je ziet trouwens dat die staart nogal flexibel is en een beetje zacht. Terwijl de rest van de staart, daar waar de benen eigenlijk horen te zitten, dat is veel harder. Het ziet er in ieder geval erg leuk uit. Dat hartje vind ik een leuk detail. En je ziet nogal meer hartjes erin verwerkt. Ja, ik vind deze Barbie mooi. Laat maar weten wat jullie van de pop vinden. Geef me een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En tot de volgende keer. Doei!